Vanmorgen was Eugenie aan het praten over oude mensen. En ik zal u wat zeggen. Kijk. Een van die dagen, een van de zondagen, heb ik al gezegd dat ik wil praten over verantwoordelijkheid en verantwoording. Want de Bijbel zegt dat wij moeten verantwoording moeten afleggen voor alles wat gedaan is in het lichaam. Kan je vinden in Korintiërs. Ik herinner me jaren geleden, toen ik pas in Nederland was, was ik in een gemeente en er waren verschillende mensen daar niet. En er waren ook een heleboel vrouwen die niet werkten. En ze zeiden dat ze hadden veel tijd enzovoort. Dus oké, ze zorgden nog voor kinderen. Maar goed, toen werden die kinderen tussentijds groter. En toen zeiden ze hadden veel tijd en wat konden ze doen. Toen heb ik gezegd, er is een oudere tehuis hier. En je hebt wat ze in het Engels noemen a captive audience. Mensen die niet weg kunnen, die daar zitten. Niemand komt bij hen op bezoek, het is bekend. Want vaak zijn die mensen zo oud dat ze niemand meer hebben. Of die jonge kinderen komen gewoon naar ze toe. En toen ik gisteren ook daar was, hoorde ik een van de verpleegkundigen iets zeggen tegen anderen van, oh, heb je geen bezoek gehad? Oh, ze zijn weer niet gekomen. Zo. Dus ik zeg van, je hebt die mensen daar. En je hebt een fantastisch zendingsveld. En je hoeft daar niet te gaan om te prediken. Want dat willen ze meestal ook niet. Maar als ik kijk zo bijvoorbeeld, als ik denk aan Marleen, onze zuster Marleen en Winnie. Die gaan naar de Weekendaal en die gaan mensen daar helpen. En ze gaan niet gaan daarom te helpen en dan kan je altijd met de mensen praten, waar of niet, Marleen. Dat heb je zelf ook verteld, toch? Ja, nee, dat begrijp ik. Maar als je dat tegen hun zegt dat je daar komt, mag je, die willen ze meestal niet, hè? Je moet daar gaan om te helpen. Maar mensen die vrije tijd hebben, weet je hoeveel, hoe groot is zendingsveld? Vooral mensen die eigenlijk, zoals ik bedoel, niet onherbiedig, maar één voet in het graf hebben. Je kan heel veel doen. Als ze, goed, en ik wil daar de komende tijd meer over hebben. Ik wil nog ook één ding zeggen hier over iets anders. Ik keek toevallig naar een krant daarover waar Israël willen boycotten. Omdat ze het bezet gebied daar hebben. Maar weet je waarom het laat denken? Er zijn twee mannen die op straat lopen. Twee bekende mannen lopen op straat. En plotseling komt er een kerel naar ze toe en hij zet een geweer op. Hij houdt een geweer tegen haar en zegt, geef me al je geld. En die ene vriend zegt tegen die andere vriend, hier is die 100 euro die ik je schuldig was. Heb je wat ik bedoel? Dat is het geval van de Westbank, als jullie je geschiedenis een beetje kennen. Toch? Want de Westbank, tot 67, was onder het beheer van Jordanië. En de Palestijnen wouden het hebben, maar ze wouden het niet aan ze geven. Toen heeft Israël van ze afgenomen, de Westbank, want vanuit de Westbank vielen ze Israël aan. Dus Israël heeft overgenomen, toch? En nou, op het moment dat Israël het gedaan had, begonnen de Jordaniërs te schreeuwen van, geef het aan ze. Waarom geven jullie de Westbank niet aan ze? Zij hadden het 40 jaar, ze hebben het nooit aan ze willen geven. Maar niemand zegt daar iets van. Dat heb ik bedoeld. Dus echt in de eindtijd zitten wij. We zitten echt midden in de eindtijd. En Israël wordt heel erg aangevallen, wij worden heel erg aangevallen. De Bijbel zegt heel duidelijk, wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. We gaan kijken naar 1 Petrus. Ik heb een lijstje gemaakt van dingen waarover ik wil spreken, want we zijn bezig met een studie, zullen we zeggen, van leven in de eeuwigheid. En om dat te kunnen doen, en je moet niet vergeten, zoals ik vaker heb gezegd, we zijn al in de eeuwigheid. We zijn er al. Op het moment dat je leven aan Jezus geeft, ben je in de eeuwigheid. Ben je al begonnen. Maar dat houdt in dat je je ook moet gedragen als een burger van het koninkrijk. En daaraan zijn bepaalde dingen verbonden. Het is niet zo vrijblijvend. Maar het moet ons niet vreemd zijn, want als je in Nederland woont, moet je aan de Nederlandse regels houden. Niet waar? En niemand heeft daar problemen over. Toch? En als je naar België verhuist, dan hou je niet meer aan de Nederlandse regels, want je bent niet in België. Je bent niet in Nederland, je bent in België. Dus je houdt je aan de Belgische. Waar of niet? Toch? Wel, wij zijn hier in de wereld, maar Jezus zelf zei, we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. Dus moeten we ons houden aan de regels van het Koninkrijk van God.
En die zijn allemaal hier opgeschreven. Het zijn geen wetten, zoals wij wetten kennen. Het zijn in principe opdrachten. Dingen die wij moeten doen. Want ik zal je vertellen, er zijn hele boeven wetten aan Nederland waar ik me niet aan hoef te houden, want ik doe er niets mee. Weet je wat ik bedoel? Okay, totdat dat van toepassing wordt onder een bepaalde omstandigheid. Maar al die dingen die daar rondom, ja. Maar dat is niet het geval van het Koninkrijk van God. Want Jezus heeft gezegd toen hij kwam, ik geef je een nieuwe wet. Want ze hadden 613 wetten. De Israëlieten hadden, de Joden hadden 613 wetten. 10 geboden is een centraal onderdeel daarvan. Maar hij zegt, ik geef je een nieuwe wet. En de nieuwe wet is, heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw wezen. En de tweede wet is, daaraan gelijk, zegt hij, heb je naaste lief als jezelf. Want je moet niet vergeten, als je je naaste lief hebt, ga je niet van hem stelen. Ga je niet zeggen van, je hebt een mooie ezel, ik wil die hebben. Of je hebt een prachtige vrouw, ik neem die van je af en niks. Ga je dat niet doen, waar of niet? Ga je hem ook niet doden. Dus dan wordt in principe de wet die eigenlijk aan extern was, wordt het nou intern. Dat was de bedoeling. Wat heb ik bedoeld? Dus leven naar het koninkrijk. Christen is iets dat wij doen alleen. Het is iets dat wij zijn. En ik heb het vaak gezegd. Christen zijn is niet moeilijk. Christen zijn is onmogelijk. Het kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. En ik wil dan praten over Petrus, over geloof, hoop, liefde en heiligheid. En dan ga ik langzamerhand ook toe naar verantwoording en verantwoordelijkheid. Maar kijk, het punt is dat, ik vraag elke keer aan de Heer, want ik moet eerlijk zeggen, deze week toen ik weg was, heb ik heel veel tijd kunnen hebben om na te denken, want ik zat heel veel op een bus. We reden van plaats naar plaats natuurlijk, en sommige ritten van die bus waren echt 5 uur lang. Ja, ze stopt wel tussenin, maar dan. En ik heb heel veel kunnen denken. En er zijn een heleboel dingen. En ik voelde echt dat de Heer tot mij zei. En geloof me, ik weet dat er misschien mensen denken dat ik dingen uit mijn duim zuig. Maar ik heb jullie al verteld. Ik weet aan wie ik verantwoordelijkheid moet afleggen. En de Bijbel leert mij één ding. Dat ik de gevaarlijkste taak heb in het universum. Vele uwen moet u niet veronderstellen leraren te zijn, daar gij weet dat gij des te strenger geoordeeld, veroordeeld en geoordeeld zult worden. Jacobus hoofdstuk 3 vers 1, zoek het op. Ik ga eerlijk zeggen, God is een verschrikkelijk liefdevolle God, maar zoals ze in het Engels zeggen, don't mess with his kids. Ja? En daarom een heleboel van die voorgangers die allemaal rommeldingen zitten uit te halen. Ik ga eerlijk zeggen, ik weet dat God van me houdt, maar ik ben ontzettend bang voor hem. In mijn taak. Dat houdt mij. Zeker dat wanneer ik iets zeg, dat ik weet dat hij wil dat ik het zeg. Daarom zeg ik jullie altijd, ik zeg alle soort dingen en zo voor, maar als jullie kijken, hier staan alleen teksten op. Zodat ik niet naar de Bijbel ga, gewoon teksten. Ik heb de Heer gezegd, als u wil dat ze u zeggen, moet u door mij spreken. Hij heeft ook gezegd dat hij het zal doen in zijn woord. Maar dit kwam echt in mij op. En dat moet ik zeggen, kwam op in mij. Ik was op de kamer in een, we gaan meestal naar jeugdhostels, die jeugdherbergen enzovoort. En ik had mijn Bijbel op de telefoon. Ik was aan het lezen en ik weet niet meer hoe ik op 1 Petrus kwam. Maar elke keer als ik kwam ik weer op 1 Petrus. Elke keer kwam ik weer naar Petrus toe. Elke keer kwam ik weer naar Petrus toe. En toen, ik heb een van die websites, ik ben vergeten hoe het heet, Biblia of zoiets. En Bible Gateway heet het. En daar hebben ze altijd een tekst van de dag. Dus ik ging naar de tekst van de dag en toen verscheen het 1 Petrus. Is goed. Toen ben ik 1 Petrus gaan lezen. Dus we gaan over de komende weken door 1 en 2 Petrus gaan. Want hij zegt ontzettend veel dingen die ontzettend belangrijk zijn voor ons. Oké, laten we even bidden. Heer Jezus, ik bid dat u ons helpt om onze gedachten op u te richten. U heeft ons een wereld gegeven, een prachtige wereld, om ook weer van te kunnen genieten. Maar we kunnen er best van genieten als wij binnen uw woord blijven wandelen. En dan wandelen wij in uw licht. En dan wandelen we met u.
geef ons ook de kracht om dat te doen en ook dingen af te leggen die niet van u zijn. Vraag me in Jezus naam. Amen. 1 Petrus 1, en ik lees. We gaan gewoon naar 1 Petrus kijken, we zien hoe ver we komen. 1 Petrus zegt hij, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de wereld, in verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkoren die gekozen zijn naar de voorkennis van God de Vader, door het heiligmakende werk van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Zie, hij begint direct met zij die, hij praat direct en hij, wat noemt hij ze? Hij noemt ze vreemdelingen in de wereld. We zijn vreemdelingen in de wereld. Oké, je moet niet vergeten, als jullie nou op vakantie gaan naar Indonesië, ben je een vreemdeling. Als je op bezoek gaat naar België, ben je ook een vreemdeling. Alhoewel het precies hier is. Maar je bent een vreemdeling. Waar of niet? Zo zijn we ook vreemdelingen, want wij zijn behoort tot Koninkrijk van God. En dan zegt hij, tot de uitverkoren die gekozen zijn naar de voorkennis van God de Vader, door het heiligmakende werk van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprengd zijn met het bloed van Jezus Christus. Zo zien wij dat alle drie personen van de drie eenheid zijn innig betrokken bij de verlossing van de mensheid. Alle drie. Want hij staat ook in, hoeft niet op te zoeken, maar ik kunt wel opschrijven, want ik ga een paar, af en toe een paar teksten tussenin zien. Want zoals hij zegt, de uitverkoren die gekozen zijn naar de voorkennis van God, in Romeinen 8 vers 29 en 30 staat het, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd, tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Ik weet dat er soms mensen zeggen van, ja maar dit klinkt niet eerlijk. Ja, want sommige mensen zijn voorbestemd en anderen niet. Dat is niet precies hoe het in elkaar zit. En ik kan het bewijzen. Oké. Wist God van tevoren dat Judas hem zo, dat hij hem niet verraadde? Hoe wist hij dat? Duizenden jaren voor de wereld was het slapen, toen er nog geen tijd was zelfs. Ja, hij wist het. Waarom heeft hij hem dan gekozen? Weet je wat ik bedoel? Want het was zijn keus. Het was Judas zijn keus. Want hij had alle mogelijkheden, hij heeft alles gezien wat Jezus heeft gedaan, hij wist precies wie hij was. Dus hij kon heel veel makkelijk zeggen, ik doe dit niet. Niet waar? Dus het feit dat hij om Jezus heen was, was een geweldige kans voor hem om te zeggen, ik doe dit niet. Want ik weet wie hij is. En kijk hoe liefdevol hij is. Waarom moet ik het doen? Waar of niet? Toch? Soms denken mensen van, oké, bijvoorbeeld, waarom heeft hij Saul gekozen, terwijl hij wist dat Saul het niet zou doen? Om Saul alle kansen te geven om het wel te kunnen doen. Begrijp je wat ik bedoel? Want dan kan je makkelijk zeggen van, God kiest alleen goede mensen. Waar of niet? Hij kiest alleen de juiste mensen. Nee, dat is wat hij doet, dat niet. Daarom heeft hij Saul gekozen. Want Saul had alle mogelijkheden om het goed te doen, waar of niet? Judas, hoef ik verder niets over te zeggen. Die had meer dan genoeg mogelijkheden, want hij liep met God zelf. Hij wist precies wie hij was. Hij zag al, hij was op de voorste rij van al die geweldige dingen die gebeurden. Hij zag ze letterlijk. Hij was met Jezus. Jezus sprak apart met zijn discipelen. Hij was daar op de voorste rij. Ja, God doet niemand zomaar weg. Hij geeft iedereen de kans. En de Bijbel leert dat ook. God stuurt niemand naar de hemel en God stuurt niemand naar de hel. Jij kiest waar je gaat. Staat toch in de Bijbel, kies heden wie je wilt. Of zult. Dus God, waarom staat er die hij van tevoren gekend heeft? God weet natuurlijk ook wie voor hem gaat kiezen. Toch? Want dat wil niet zeggen dat de mensen die niet voor hem gaan kiezen, niet dezelfde kans krijgen als de mensen die voor hem hebben gekozen. Die krijgen precies dezelfde kans. Want toen Jezus naar het kruis liep, keek hij achter zich, alle mensen die ooit geleefd hadden. En keek naar alle mensen die toen leefden op de hele wereld, alle mensen die ooit zouden leven. Ze heeft van één persoon die was sterven, ze heeft van niemand gestorven. Maar misschien aanzien slechts persoons bij God. We moeten God echt beginnen te zien van, voor God is iedereen gelijk. Dan gaan we door. 1 Petrus 1 vers 3. En hij zegt hier,
Geloof zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een vergankelijke en onbevlekte, onverwerkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u, die door het geloof beschut worden door de kracht Gods tot de komst van de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij zegt hier, hij roept ons op, hij zegt, kijk, we prijzen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus uit de doden, ons heeft wedergeboren doen worden, tot een levende hoop. Jezus is onze levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwekke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u. Het punt is dat, ik heb jullie dit verhaal toch eerder verteld. Ik ga het nog een keer vertellen. Ik ken het verhaal van die, ik weet eigenlijk dingen verhaal, maar het past in dit verhaal. Dus elke keer als iemand zegt, ja maar je hebt dat eerder verteld, dan heb ik altijd een excuus, ik ben oud. Oude mensen vallen in verhaling. Een zendeling kwam na vele jaren terug, toch? Van een reis, van 50 jaar waren ze in de zendingsveld in Afrika. Man en vrouw komen terug, hadden geen kinderen, het hele leven de Heer gediend. Komen terug op dit schip naar Amerika. Ik heb het nou echt over het begin van de vorige eeuw. 1900 zoveel. Begin. Kwamen terug aan het schip en zei, toen ze aankwamen, stond er een hele fanfare daar te wachten. Want de ex-president van Amerika was op het schip. En ze waren, de gouverneur was daar met een band enzovoort. En banieren enzovoort. En er kwamen van de hoofddinges kwam hij af. En zij moesten door een zij. Deurtje van het schip gingen ze helemaal apart weg enzovoort. En ze kwamen in een klein appartementje terecht. En daar ergens in New York, in een vervallen buurt enzovoort. En die zendeling, die man had ontzettend veel moeite mee. En hij had echt een moeite mee. En zijn vrouw zag het ook en hij vertelde ook, ik heb even moeite mee. We hebben zo lang voor de Heer gediend. En nu komen we terug eindelijk naar ons vaderland voor onze pensioen. Ze waren dus boven de 70. En er is niemand om ons op te halen. We komen in een klein koud flatje enzovoort. En hij had zoveel moeite mee. Dus toen zijn vrouw zei, weet je, waarom ga je er niet om bidden? Dus hij is gegaan, hij gaat naar de kamer. Op zijn knieën en hij gaat bidden. En een half uur later kwam hij met een ontzettend grote glimlach op zijn gezicht. En ze heeft gezegd, wat heeft de Heer gezegd? De Heer heeft gezegd, maar je bent nog niet thuis. We zijn nog niet thuis. Dit is niet ons huis. Oké. Maar het ligt ook aan, wat je hier doet, bepaalt je eeuwigheid. Het draait om één ding heen. Dit alles draait om één ding heen. Ik zeg het fout. Dit alles draait om één persoon heen. Puur en simpel. Hebben we ook problemen? Natuurlijk hebben we allemaal problemen. Weet je hoe moeilijk het is om je kind ziek te zien? Ik hoef daar niets te vertellen. Al die ouders, hoef ik niets van te zeggen, toch? Jij wil liever dat jij ziek bent, toch? Zo is het eenmaal, toch? We hebben dat allemaal. Maar, je moet één ding niet vergeten. Hij is diegene die het geeft. Niets dat we hebben, hebben we niet van hem gehad. Niets dat we hebben. Niets, die bril die je op je neus hebt. Die oorbellen die je aan hebt. Die ring aan je vinger. Je hebt niets dat je niet hebt gekregen. Want hij gaat door in vers 6. Vers 5, sorry. Hij zegt, kijk, dus het is een onverwelken, het is een erfenis in de hemel, die niet kan verwelken, het kan niet roesten, het kan niet van je afgenomen worden, het is weggelegd voor jou wanneer je thuis komt. Je bent nog niet thuis. Een heleboel christenen zeggen, ja, maar waarom krijg ik dit niet en dit niet? Maar je bent nog niet thuis. Ja? En hij zegt, en kijk wat hij zegt, die door het geloof beschut worden door de kracht van God. Dat is letterlijk wat er staat. Die door het geloof beschut worden door de kracht God tot de komst van de zaligheid, de redding, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die zaligheid wordt geopenbaard. We zijn beschut, we worden beschut door de kracht van God. En door het geloof. Want hij zegt, in vers 6 gaan we door, zegt hij, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,
tot lof en heerlijkheid en ere blijken te zijn bij de openbaring van Heer Jezus Christus. Dus het leert ons eigenlijk. Hij zegt, kijk, wanneer je door een moeilijke situatie geeft, moet je niet, ga je natuurlijk je slecht voelen en zo. Hij zegt, maar eigenlijk wat je moet doen, zie je, dat zijn de dingen van het koninkrijk. In deze wereld, je gaat door slechte tijden, dan ben je bedroefd. Maar wat zegt hij? Verheug je erin. Want God in het doen is, hij is ons aan het vormen. Hij is ons aan het leren om op hem te vertrouwen. Denk je dat ik die dingen prettig vind? Ik denk niet dat iemand hier die dingen prettig vindt. Ik ben absoluut niet blij wanneer die dingen gebeuren. Maar ik moet het wel in het juiste perspectief zetten. Hij is bezig mij te vormen naar het beeld van zijn zoon. En dat is wat waarin ik me... Maar die situatie waar ik ben, daar ga ik echt niet over zitten springen en zo. Ja? Maar ik weet wel op wie ik mijn hoop heb gezet. Want wat zegt hij? De echtheid van uw geloof. Want kijk, het punt is dat, weet je wat het belangrijke hier is? Is dat sommigen moeten echt beginnen te zien hoe God met ons omgaat. Kijk, bijvoorbeeld, wat heeft hij gedaan met Abraham? Hij heeft Abraham gezegd, neem je zoon en ga hem doden en offer hem. Toch? Nou, Abraham was een man van geloof. Toch? Maar je moet ook niet vergeten, God weet alles wat je gaat doen. God weet niet alleen wat je gaat doen morgen, hij ziet het je doen. Want God is boven de tijd. Voor God is het nou 2000 jaar geleden, tegelijkertijd is het ook voor God 2000 jaar de toekomst. Dus God ziet je hier geboren worden, hij ziet je daar trouwen en hij ziet je hier sterven. Dus God weet precies wat er met je gebeurt, dus er kan niets met je gebeuren dat hij niet toestaat. Toch? En waarom heeft God Abraham door die situatie laten gaan? Terwijl hij wist wat hij zou doen. De enige, want God weet precies wat Abraham zou doen, maar Abraham wist niet wat hij zou doen. Toch? Je weet niet wat je doet tot je ervoor bent. Dus God wil Abraham laten zien hoe sterk zijn geloof in God was. Doordat hij hem op dat ding heeft beproefd, dat is deze tekst. Opdat de echtheid van zijn geloof, dat kostbare en vergankelijk goud, door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid zou blijken te zijn. Dus Abraham moest zien, hey, ik ben werkelijk gegroeid in mijn geloof. Door die moeilijke situatie om zijn enige zoon te gaan offeren. Toch? Dus hij doet sommige dingen in ons leven om ons geloof sterker te maken. Want je moet niet vergeten, we denken vaak, oh ja, maar ik herinner mij nog, jaren geleden vertelde een voorganger in Amerika, hij zei, was een broer die had kanker en ze zeggen allemaal echt om hem gaan staan, in de naam van Jezus, kanker bestraft. Gebeden enzovoort, dat de Heer die man zou genezen. En hij zegt, we geloofden 100% dat die man zou genezen. En toen stierf hij. En toen zegt hij, en toen drong het tot hem door, hij was genezen. Zie, wij hebben een foutieve manier van denken. Dood is voor ons geen einde. Dood is voor ons bevrijding. We zijn geslaagd. Je komt je diploma nog halen. Dat is een priepe wat het is. Maar je moet wel verantwoording voor afleggen wat je in het lichaam hebt gedaan. Je komt in de hemel terecht. Dat is staatsfeit, daar gaan we meer over zeggen. Maar hij beproeft ons geloof. Als we kijken naar 1 Korintiërs 3. Ik wil daar eventjes opgaan over de echtheid van ons geloof. En dat ons geloof beproefd wordt door het vuur. Ja, zegt Petrus schrijft dit, maar Paulus zegt dit in principe zelf ook. In 1 Korintiërs hoofdstuk 3, ik lees vanaf vers 10, zegt Paulus aan de Korintiërs, naar de genade God die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Dus hij zegt, ik kom hier en ik evangeliseer en dan ga ik weg en dan komt bijbeleraars. Stuurt God bijbeleraars om door te gaan, dan ga ik evangeliseren. Want God heeft bijbeleraars gegeven, evangelisten gegeven enzovoort. Alle soort mensen, maar ik ken mensen die ontzettend goede evangelisten zijn, maar ze zijn geen bijbeleraars. En ik kan jullie zeggen, ik ben een bijbeleer, maar ik ben geen evangelist. Dat is niet mijn taak. En dat is ook niet mijn roeping. En eerlijk gezegd, daar ben ik ook niet tamelijk goed in. Maar goed, iedereen is zijn bepaalde ding. Ja. Maar, dus hij zegt hier, een ander fundament, ik heb het gelegd, ander bouwt er verder op. Okay? Maar zegt hij hier, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Dus je hebt een fundament, en waar we het over gehad, wat is dat fundament weer? Zegt hij letterlijk hier, want een ander fundament dat er ligt, dus dat ik heb gelegd door de Heilige Geest, kan niemand leggen. En wat is dat fundament? Jezus Christus. Dus hij zegt hier, een ander fundament dan er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.
Met andere woorden, hij zegt, je kan alles op fundamenten leggen. Maar hij zegt, het zijn er geen fundamenten waarop je kan staan. Want dan bouw je je huis op het wat? Op het zand. Je hebt geen ondergrond. Als je op Jezus bouwt, dan bouw je op een hele stevige ondergrond. Dat is wat hij zegt. Dus je kan anderen bouwen, maar daar heb je in principe geen fundament. En wat, we hebben het hier ook vaker over gehad. Wat is dat fundament? Waarover praat hij? Hij zegt, Jezus Christus is een fundament. Maar wat houdt het fundament eigenlijk in? Het houdt twee dingen in. Wat zijn die twee dingen? Twee woorden. Liefde en waarheid. God is liefde. Maar God is ook waarheid. Waarheid is geen begrip. Waarheid is geen, ik zeg het nog een keer, waarheid is geen begrip. Waarheid is een persoon. Daarom klopt niets in deze wereld. Ja? Jezus zei tegen Pilatus, wie mij volgt, volgt de waarheid in principe. Hij zei, wat is waarheid? Waarom? Want hij kijkt naar de wereld. Maar als je naar Jezus kijkt, niet meer vergeten, alles wat hier om je heen is, alles wat je hebt, je lichaam, je haar, je tanden, wat is, alles komt van Jezus. En dat is de waarheid. Jezus is de waarheid. God is liefde in Johannes hoofdstuk 4. God is liefde. En Jezus zegt, ik ben de weg en het leven. Zie je? Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik vind het tamelijk interessant dat hij die volgorde gebruikt. Want hij zegt, ik ben de weg. Als je deze weg volgt, kom je naar de waarheid. En als je bij de waarheid leidt naar het. En als wij dan zeggen, vergelijkingen dan maken. Deze prachtige woord dat ik in meetkunde, ik had gruwelijk hekel aan meetkunde, maar goed. Ik heb wel één woord daarvan overgehouden dat ik tamelijk mooi vind. Congruent. Dus deze dingen zijn congruent aan elkaar, ze gelijk aan elkaar, nietwaar? Liefde, waarheid, eeuwig leven, leiden naar elkaar. Dus hij zegt, een ander fundament dan Jezus Christus kan niemand leggen. Jezus is de waarheid. Maar kijk, het fundament, Jezus is liefde, Jezus is waarheid. En wat is het woord van God? De waarheid. Dus wat is het woord van God? Jezus. Maar hij zegt dat zelf ook in Johannes. Ja. Als je mij wil, ben je mijn discipelen. En dan zul jij de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. En wie de zoon heeft vrijgemaakt, is wel vrij. Het is om vrij dat Christus ons heeft vrijgemaakt. Galaten 5 vers 1. Dus als we kijken naar Gods woord, het is echt ontzettend duidelijk. Vrijheid. Het draait puur en simpel om de vrijheid die wij hebben doordat we verlost zijn van de wet van de zonde en we zijn nou in het koninkrijk van God van licht en genade. En hij zegt, en dan gaat hij door, vers 12. Er is iemand, hij zegt, er zijn mensen die op dit fundament bouwen met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro. Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, opdat hij met vuur verschijnt en hoedanig ieders werk is, zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij daarop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden als door het vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijn en Gods geest in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, dat zijt gij, is heilig. Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder u wijs meent te zijn, in deze tijd, hij wordt het dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid van God, want er staat geschreven, die de wijze vangt in hun sluwheid en elders, de Heere weet dat de overleggingen der wijze vruchteloos zijn. En dat kan je ook zien, trouwens, het wordt ook gezegd in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 tot en met 32, wordt dit ook aangehaald door Paulus. En als we zien hier, wat hij zegt hier, hij zegt, ieders werk zal het doen blijken. Okay? Als je recht denkt dat je rechtvaardig bent in jezelf, moet je verschrikkelijk oppassen. Want het draait, weet je wat, ik ga je één ding zeggen, wat meeste mensen niet doorhebben, is deze christenzij draait in principe om één woord. Eén woord, wat is dat, die je hebt in je hart. Je moet gehoorzaam zijn en die soort dingen kloppen allemaal. Ja, dat is ook natuurlijk waar, maar ik bedoel één ding die wij echt moeten uitdragen naar de mensen om ons heen, die we uitdragen aan God. Nee, het draait allemaal om liefde, dat staat buiten, dat staat buiten. Dankjewel. Maar waarom zeg je dat? Vertel me, waarom zeg je nederigheid? Waarom vind je dat nederigheid zo belangrijk is?
De een achter de ander hoger dan zichzelf. Het komt in principe op neer, want je moet niet vergeten, terwijl wij nog zondaars waren, stierf Jezus voor ons. God, Jezus is gekomen, hij heeft gezegd, kom tot mij allen die vermoeden. En ik zal u eens geven, want ik ben zachtmoedig en... Het draait puur en simpel om nederig, want als je echt het belangrijkste als christen dat wij moeten zijn, is nederig. Want op het moment dat je nederig bent, kan al die dingen binnenvloeien, want God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederige, wat geeft hij? Ja. Heeft hij kracht? Zie, het punt is, het belangrijkste van christen is te zeggen van, is te vragen om nederigheid. Het enige probleem is, met nederigheid, je weet wat ik vaker heb gezegd, op het moment dat je denkt dat je het hebt, is het weg. Dan is het geen echte nederigheid. Maar nederigheid is bepalen, is zeggen van, ik kan het niet. Ik kan het alleen door u. En nederigheid is ook dat je zegt van, wat is belangrijker voor jou dan voor mij? Je weet wat ik vroeger zei toch, die button die ik had, ik ben derde. God eerst, andere mensen zijn tweede. Ik ben derde. Weet je waarom ik dat is? Omdat toen Jezus op aarde kwam, had hij een hele grote button op zijn hoofd, waar stond, ik ben derde. Dat was Jezus zijn houding. Hij zegt, God de Vader eerst, jullie zijn het belangrijkste, dan pas kom ik. Daarom is hij voor ons gestorven. Want geen grote liefde heeft hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Nederigheid. En een heleboel mensen hebben dat niet door. Hij zegt, ons werk wordt in het vuur gezet. Natuurlijk, hij zegt, het staat letterlijk, het vuur zal uitmaken. Want hij zegt, ieders werk, vers 13, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken. De Bijbel leert ons dat wanneer God komt, wordt het dag. Want nou is het duisternis. Wanneer God komt met wat God, waar God ook is, is licht. Dus de dag komt, natuurlijk wanneer God komt, is het dag. Maar dan komt hij met vuur, omdat hij met vuur verschijnt. Hij komt met vuur om het werk van iedereen te testen. En je weet wat er met goud gebeurt. En zilver, als je het in het vuur gooit, het wordt alleen maar, het verdampt niet. Het wordt alleen maar reiner en beter. Maar wat denk je dat er gebeurt met, als je hebt, je kan ook bouwen met hout of hooi of stro. Wat denk je dat daarmee gebeurt? Het verbrandt. Maar er staat hier, hun werk wordt wel verbrand. Hij zal schade lijden. Schade natuurlijk is die beloning die hij niet krijgt in de hemel. En je gaat dat echt niet prettig vinden. Doch hij zelf zal gered worden. Waarom ben je gered? Je bent niet gered door werken, je bent gered door genade. Je bent gered door het bloed van Jezus. Maar wanneer je voor hem staat, ga je absoluut... Kijk wat er staat. Hij zelf zal schade lijden. Je gaat schade lijden wanneer je voor de troon van God staat. Want hij heeft je gevraagd om dit te doen en dat te doen. Je hebt het niet gedaan. Maar je bent gebeld door het bloed van Jezus. Je zonden zijn vergeven, dus je komt in de hemel terecht. Maar staat er als door het vuur heen. De Engelse uitdrukking hiervan is tamelijk interessant. Het zegt, by the skin of your teeth. Op je tanden is er een laag die je tanden beschermt. Weet je hoe dun dat ding is? Oké, je zegt, zo word je gered. By the skin of your teeth. Dus je komt er net op het nippertje doorheen. En dat is wat het bloed doet. Want wat zegt hij? Je bent Gods tempel. Want Gods geest woont in je. Op het moment dat je je leven aan Jezus heeft, komt God in je wonen. Daar ben je een tempel. Romeinen hoofdstuk 5. Vers 1. Ik herinner me, jaren geleden hoorde ik een preek van, ik heb het echt over 30 jaar geleden, hoorde ik een preek van een man en van een voorganger en hij zegt, er zijn bepaalde onderwerpen waar hij niet over praat, want elke keer als hij over een bepaald onderwerp praat, die week, wordt hij daardoor beproefd door de Heer. Ja, dat zegt hij dus. En daarom hebben jullie, ik heb het al eerder gezegd, maar daarom hebben jullie gemerkt dat ik nog nooit een preek heb gegeven over geduld. Want zoals iemand eens heeft gezegd, Heer, ik heb geduld nodig en nu direct. Romeinen 5 vers 1 tot en met 5. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Laat het even inzinken. Laat het even tot je doordringen. Wij dan, gerechtvaardig uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Mooie tekst, hè? Gerechtvaardig. Het maakt niet uit wat je meemaakt enzovoort. God is groter dan je problemen. Er is voor God geen probleem, geen zonde te groot en geen probleem te klein. Kom maar, ik ga niet naar God toe. Want ik, nee, je moet niet vergeten, God is een liefdevolle vader. Ja?
Ik gebruik dit voorbeeld vaak, want we moesten het doen met onze kinderen. Vooral niet, ik zal zeggen, hij is het toch niet, Jonathan. Jonathan was echt een apart kind, moet ik zeggen. Qua spelen enzovoort. Jonathan heeft ook altijd een hele hoge drempel, pijndrempel gehad. En dan moesten we echt op hem letten. En jullie weten als ouders wat jullie doen. Elke avond stop je de kinderen in het bad toen ze klein zijn. Ze hebben buiten gespeeld. Dan kijk je over hun hele lichaam, krappetjes of scratch. Of weet je wat ik bedoel? Een keer is hij op een bal gaan staan en kwam hij naar ons toe. En hij zei, ma, pa, kijk. En zijn pink stond zo. Zo stond hij. Het was kapot. En hij zei, oh kijk. Voor hem was het een grap aan mij. Ja, op. Andere keer heeft hij zijn teen gebroken. En hij is gaan skilleren met een kapotte teen. We zijn er pas 24 uur later achtergekomen. Toen we keken, het was paars. Hij heeft een ontzettend hoge pijndrempel heeft hij gehad. Dus we moesten bij hem moesten we altijd precies op alles checken. Elke avond zijn hele lichaam. En dat doet God ook met ons. Als je een probleem hebt, breng het naar hem toe. We moeten het ook bij hem laten. Hij zegt hier, wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is een mooie tekst. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En daardoor hebben wij vrede met God. Die toenadering tot God. Sterven en gaan naar het koninkrijk der doden ver weg van God is geen optie meer. Want we hebben de toegang gekregen tot God door onze Heer Jezus Christus. En daarin kunnen wij nog staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. We kunnen roemen op de hoop. Dat ons leven hier op aarde ontzettend veel betekent. En kijk eens in vers 3. En niet alleen hierin. Maar wij roemen ook in de verdrukking. Dus hij zegt, we roemen niet alleen in de geweldige dingen. Maar ook in de slechte dingen. Daar wij weten dat de verdrukking verharding uitwerkt. En de verharding werkt. Beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze hart uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. We hebben zijn verzegeld. Het is moeilijk. Ik weet het, je gaat de moeilijke periodes gaan, ik geloof me, ik weet er alles van. Maar dit is niet mijn eindbestemming. Zoals dat lied van dat zo heel vroeger zong, heel lang geleden, ik hoor het niet meer zoveel in kerken. Wij zijn op reis naar huis. Zingend gaan we. Nou, ja toch? Jacobus, hoofdstuk 1. Jacobus gaat zelf een stapje verder. Alhoewel Petrus dat ook heeft gezegd. Waar hij zegt van, verheugt u daarin als u het voor een korte tijd al de beproevingen moet doorgaan. Maar Jacobus zegt in principe hetzelfde. Jacobus, hoofdstuk 1. Vers 2 tot en met 4 zegt hij, houd het enkel voor vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velelei verzoekingen vandelt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. En die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. We gaan door alle soort dingen heen gaan op deze aarde enzovoort. Maar we moeten blijven staan. Ik zeg, kijk, je moet niet vergeten. Oké, als je naar buiten gaat, en soms hier in Nederland heb je dat wel ook, van waar je soms echt, vooral toen ik hier het eerst kwam en ik merkte dat soms echt een hele week, twee weken lang, de zon gewoon niet scheen. En dat was echt niet gewoon. En dat het soms 3 dagen regende. Ik weet van mijn buren in New York, als het 2 dagen na elkaar regende, zag ik zelf arken bouwen. Dus hier was het echt een heel andere situatie. Ik moest aan wennen. De zon niet zien. Maar jullie weten ook, al zie je de zon 2 weken lang niet, hij is er. Oké, al voel je God niet. Zoals Paulus heeft geschreven tegen de Atheners in hoofdstuk 17 van Handelingen. Hij is niet ver van ieder van ons. Dus hou het enkel voor vrede. Mijn broeders, wanneer geen alle soort verzoekingen valt. Ik denk het hierbij laten, want het is al kort over. Ik zal de volgende keer hiermee doorgaan, want ik heb nog veel hierover te zeggen. Maar ik wil dit echt voor vandaag bij jullie laten dat wij. Ze hebben een mooi Engels lied. En die woorden zijn: My hope is built on nothing less but Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Hij zegt:
ik durf absoluut niet om op het sterkste of het lekkerste of het geweldigste ondergrond te staan. Maar ik leun geheel en al op Jezus' naam. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Amen.